levende tuin kun je het beste werken met vaste planten. Je hebt duizenden verschillende soorten in allerlei kleuren en maten. Maar je hebt ook heel veel soorten die speciaal geschikt zijn om bijen en vlinders in je tuin te lokken. En dat is belangrijk, want daar gaat het niet zo goed mee. Dus die kunnen best een handje hulp gebruiken. Hoor je dat? Het gezoem van de bijen en de rommels? Geweldig. Dat is natuurlijk precies wat we willen. Nou, en wil je heel erg veel diversiteit, biodiversiteit in je tuin, dan moet je zorgen voor planten. Voor verschillende soorten planten, dat niet alleen. Maar ook voor verschillende bloeimomenten in het jaar. Dit is een goed voorbeeld. Dit is de Perovskia. Die staat 3 tot 4 weken lang te bloeien. En daarvoor zat deze jongen. Dat is een geranium. En die heeft in het voorjaar gebloeid. En op die manier heb je eigenlijk het hele jaar door iets te beleven voor die kleine vriendjes. Als je een klein beetje je best doet, kun je wel 20 verschillende soorten vlinders in je tuin krijgen. Dat is natuurlijk super gaaf. Nou, dan ga je voor vaste planten, maar dan vooral voor de vaste planten die heel veel nectar hebben, want daar houden ze van. En verder houden ze ook heel erg van warme, beschutte plekjes in de tuin. Kijk, en als je dan geen ruimte hebt, omdat je bijvoorbeeld een balkon hebt of een dakterras, en je hebt geen kans om planten en borders neer te zetten, kun je natuurlijk gaan voor een grote pot. En dan zet je daar gewoon heel veel verschillende soorten vaste planten in. En dit is zonnehoed, herfstanemoon, heugera, en die gaan we lekker bij elkaar zetten. Ik word er blij van zo. De vlinderbak is klaar. Het ziet er mooi uit. Maar de grap is, ik heb ook gelijk al bezoek gehad van een hommel. Zodra je met planten aan de gang gaat, komen er insecten in je tuin. Hoe gaaf is dat? Maar je hebt verschillende soorten vlinders. Je hebt dagvlinders en nachtvlinders. En veel mensen weten niet dat je eigenlijk veel meer nachtvlinders hebt dan dagvlinders. En die houden net weer van andere dingen. Zij gaan namelijk specifiek voor hele sterk geurende nectarbloemen zoals deze. De teunisbloem of deze, de vlambloem. Oftewel, de phlox. Niet alleen vlinders zijn belangrijk, bijen natuurlijk ook. Sterker nog, bijen bestuiven en als mens zijn we daar ook afhankelijk van. Er zijn verschillende soorten vaste planten waar bijen gek op zijn. Zoals deze, dit is de salvia, dat is een hele mooie plant. En dan hebben we natuurlijk de lavendel, die is wat bekender. En deze is ook gaaf. De tijm, nou ja, keuze genoeg. En zo kun je met jouw tuin, met vaste planten, de wereld een stukje beter maken en zorgen voor meer biodiversiteit. Ik hoop dat je het inspirerend vond. Nou, als je meer wil weten over de vaste plant, dat kan. Ga dan naar perennialpower.nl.